Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering. Let's play Terraria. Ik kan nog niet eens meer spreken in het begin van deze aflevering. In de vorige aflevering hebben we ons eigen huis gemaakt. Het huis voor Fiverr en mij. Wat helemaal gebaseerd is op, zeg maar, onze grazige gebeuren. En zoals je ziet, ik heb het hier een beetje aangepast dat het nou inderdaad weer netjes synchroon loopt. Wat jullie heel erg belangrijk vonden. In deze aflevering gaan wij zorgen dat wij een Shadow Ore armor kunnen krijgen. Oftewel het Shadow armor, dat we dat zeg maar kunnen nemen. En ben ik van plan om heel eventjes te gaan kijken hoe ver dat we kunnen komen in de Ice Cave. Om te kijken of we daar eventueel wat stuff kunnen vinden. Waardoor dat we Sky Bases kunnen vinden. Wat ik heel erg belangrijk vind is ook om even wat potions te maken. Ik wil een spelanken potion bij me hebben. En ik ga jullie laten zien hoe dat we potions kunnen maken. Wat we nodig hebben is, we hebben een glazen bottle nodig. En als we die op onze workbench zetten, dan kunnen we hier automatisch ook potions maken. Nou, we hebben maar 14 empty bottles, dus we hebben zeker extra meer nodig. En al die planten die we dus zeg maar hebben gevonden, zijn dus nodig om potions te maken. Maar dat doen we dus op een later punt. Verder wil ik ook even iets heel anders doen. Dat wil ik eventjes hier doen. Ik wil toch eventjes een living table maken. Living wood table. En die wil ik eigenlijk hier naast deze bank kunnen zetten. Want dat is leuke decoratie. Dan kunnen we later een piggy bank opzetten. Waardoor dat we dus zeg maar een dubbele inventory bij ons kunnen hebben. Waardoor dat we dus altijd onze inventory kunnen legen. En als ik benieuwd is, kunnen we dan, omdat daar nou twee van die items staan, kunnen we dus deze omloot hier neerzetten. Zodat onze kamer blijft. Waar ik heel erg blij mee ben. Dus ja, jij gaat daar niet meer in onze slaapkamer rotzooien. Want jij wilt toch alleen met mijn geld stelen. Dus, eerst ga ik nou eens even kijken. Want er zijn ook nog een paar items die ik wil krijgen in onze corruptie biome. Van de Shadow Orbs die we dus hebben gebroken. Dus ik heb nog steeds een paar bommen bij ons. Wat dus zeg maar zeker handig is voor wat we willen gaan doen. En ja, hopelijk dat we dus zeg maar de items kunnen vinden. Ik heb er trouwens één ding nog niet gedaan voordat ik daar naartoe ga weg, slime. Een beetje lag omdat ik aan het opnemen ben, zo te zien. Nou ja, lag. Niet echt lag, maar soms heeft mijn PC daar heel af en toe last van. Maar ja, ik heb ook net gerenderd. Dus ja. Dat was voor part woensdag. Joh, we zijn druk bezig altijd dus. Even kijken, want we hebben daar onze mannequins. We hebben onze eerste armor daar. Wat ik eigenlijk wou hebben. Waar wou ik nou eigenlijk hebben? Bij materialen geloof ik. Ja, we hebben 35 stars. Dus even kijken, we zitten nou op. Even kijken, housing, dat mag dan weg. Heb ik extra mana bij sommige iets? Nee? Oké. Dus we hebben nou 100 mana, dus we moeten nog 5 van deze sterren hebben. 1, 2, 3, 4, 5. En we zitten op maximale mana. Oké, dat is helemaal geweldig. Sterren willen we nog steeds oppakken voor andere dingen. Zoals ik al zei, de legendarische space gun die we zeker willen hebben. Zeker handig om dat ook in gedachten te houden. Dat we daar dus zeg maar ook sterren voor nodig hebben. En sterren heb je ook nodig voor andere dingen te kunnen craften. Dus zeker belangrijk om dat te houden. Slime gaan de kant. Dus, en hopelijk zeg maar dat we niet weer problemen gaan krijgen met zwaartekracht zoals ik dat eerder heb gehad. En nee, jij doodt mij niet naar beneden, jongetje. Daar ben ik geen fan van. Oké, dus dan moeten we... Hallo. Dus dan moeten we heel voorzichtig hier eventjes gaan klimmen. En ik geloof dat het de derde was die we dus... Nee, de vierde dan? Oké. We moeten dus bij de vierde. Nou hebben we dus al een paar keer... Of ja, nou hebben we dus zeg maar al die baas verslagen. En wat ik normaal gesproken het liefste doe met een baas die we dus zeg maar nog een paar keer verslaan. Nee! Mijn muis staat de verkeerde kant op. Oké, heel voorzichtig. Ik haat het als mijn muis de verkeerde kant op staat. Waar ben ik eigenlijk neergevallen? Want nou ja, zoveel geld had ik niet bij me, aangezien dat we nou dus zeg maar alles sparen in ons huisje. Oh, maar fijn om zo een aflevering te gaan beginnen. Echt geweldig. Heel slim, heel slim. Echt goed gedaan, goed zo. Top. Nou, die shadow balls, die moeten we breken. Dat is onze main goal op dit moment. En ik weet het, als ik daar naar beneden ga, is het heel erg donker. Maar ik heb helaas op dit moment geen let's play vriendelijke potions meer. Dus ik probeer zoveel mogelijk toortjes op te hangen. Dus ja, mijn excuus is als het dus even een beetje heel erg donker is. En ik een beetje lastig word gevallen door deze stomme beesten. Oké, nou wat krijg ik hiervan? Weer een ball of hurt. Ik ben zelf niet echt een fan van die dingen. Van die swingballs. Dus swingballs! Een oude grap van mijn Engelse les bleef vroeger nog. Maar ik kan ze verkopen. En deze was toch weak. Dus die zou ik sowieso al niet gaan gebruiken. Oké, nou hier even een torch plaatsen. Dan zien we tenminste wat we aan het doen zijn. Mag ik alsjeblieft of de Shadow or the Vile Thorn? Nee, weer een Ball of Hurt. Ik wil geen Ball of Hurt. Meh. Schmee. Ik echt. Er zijn twee dingen die ik nog van die dingen wil krijgen. En ik krijg ze gewoon niet. Dit spel haat mij. Oké, 1, 2, 3. Wegspringen.
Oké. Eentje nog nodig, denk ik, hooguit. Zo'n hier plaatsen. Omhoog. Vijver niet daar blijven staan. Goed zo. We zijn heel voorzichtig met onze vijver. En als ik dus deze breek, dan gaan we dus zeg maar weer een nieuwe baas krijgen. Dus dan komt er weer eventjes een fast forward. Dus nou, roep hem maar op. Wat hebben we? Weer een ball of hurt. Oké, fast forward commencing. Oh, daar kan ik er nou wel bij hebben hoor, een Blood Moon. Dit spel kan zo vriendelijk zijn. Kom op, hak hem in mootjes. Oh boy. Nou ja, op het moment loopt alles nog goed. Blood Moon zeg maar, ja, dat had ik al uitgelegd. Dat gebeurt dus nu op dit moment. Is hij dood, is hij dood, is hij dood? Ja, hij is dood. Mooi. Wat een Blood Moon eigenlijk precies doet, ja, dat had ik al eigenlijk uitgelegd, dat increase zeg maar de spawn rate van vijanden. Nou, ik denk dat we nou wel genoeg hebben voor een Shadow Armor. Maar ja, het enige probleem waar we nu nog mee liggen te fietsbellen, dat is dus zeg maar dat we nou ja, de Blood Moon hebben. En dat we dus niet veilig kunnen gaan kijken of we dus onze armor kunnen maken. Dus ik ben blij dat we dit hebben overleefd. Ik bedoel, ik had wel weer genoeg health potions nodig, dat zeker is. Maar, oh, nee. Oh, hij heeft hem per ongeluk al opgeblazen. Wat kregen we? Een Agile Vilethorn. Dat is een van de dingen die ik nodig had. Ik ga niet nog eentje. Of ik ga er nog eentje breken. Maar ik ga nog niet eventjes beginnen. Een Eater of Souls banner. Nou ja, die hebben we nog niet gehad. Ik ga er nog heel eventjes eentje breken. Want dan roepen we nog niet onze gevaarlijke baas op. Dus zeker handig om daar rekening mee te houden. En die vijanden overal. Ik word er zo moe van. Probeer gewoon hier even het een en ander klaar te krijgen. En het probleem. Het enige probleem wat we dus hebben. Is, het is nu hier heel erg donker, dat sowieso. Maar een Blood Moon, zoals je dus ook ziet, het water is ook in één keer roodkleurig. Krijgen we de Shadow Orb? We kunnen nu eindelijk ook een Shadow Orb oproepen, wat dus zeg maar extra licht geeft, wat een beetje Let's Play vriendelijk is. Dat is dat paarse bolletje wat nou dus zeg maar bij ons loopt. Goed, nou. Ik gebruik even een Recall Potion en we gaan terug naar huis toe, zoals we het dan zien. Kijk, dan komen we automatisch hier uit. Wat zeker handig is. Alleen overal spannen nu dus vijanden en die kunnen nou deuren openen, aangezien dat er een Blood Moon bezig is. Fijn! En ik zou eigenlijk hopen te zeggen dat we dus geen dead hadden, maar helaas, zwaartekracht is natuurlijk weer heel erg gemeen. Ik ga gewoon heel eventjes staan. Vijver, jij houdt heel eventjes te wachten. Dan kan ik heel eventjes snel kijken of ik... Waar hebben we hem? Daar. Kom op, maak het. Goed zo, 54. Oké. Terug jullie. Ik sla jullie met mijn zwaard. Kan ik even misschien mijn nieuwe armen maken? Heel misschien. Jongens. Mag ik heel eventjes mijn armen maken? Nee hè. Jullie laten mij niet meer rusten, hè. Daarom heb ik ze dus zeg maar één verdieping hoger gebouwd. En jij wil die die-gast eigenlijk doodmaken, volgens mij. Daar ben ik niet blij mee. Sterf, ga mijn huis uit. Jullie zijn hier niet welkom. Het is mijn huis! Oké, nou, mag ik eventjes die Shadow Armor maken? Dan zou ik echt... Maak je mij heel erg blij. Deze heb ik nodig. Oh, hallo. Oké, weet je wel, ik werk gewoon van boven naar beneden. Volgens mij heb ik genoeg materialen nu hoor, dus hoeven we de Eater of Worlds niet nog een keer te verslaan. En we hebben alle items die ik wou hebben. Dus, oké, we hebben de Shadow Helmet nodig. We hebben deze hebben we nodig. En ik heb niet genoeg Demonite Bars, of heb ik niet genoeg skills. Wat mis ik? Ik heb er 15. Zou ik toch genoeg hebben eigenlijk voor dat boots? Een shackle. Ik heb geen shackle nodig op dit moment. Ik wil boots kunnen maken. Ik ben zo terug. Hey, een tweede meteor. Daar gaan we dadelijk zeker naar op zoek. Ondanks dat ik nou ondertussen al de Shadow Armor aan het maken ben. Dankjewel, Let's Play Vloek. Dankjewel. Ja, de reden waarom dat ik hier heel eventjes terug naartoe loop, zal ik jullie zo laten zien. En dit keer let ik dus wel goed op waar dat ik mijn muis heb geplaatst. Hier beneden zit dus zeg maar ook een chunk, want je kunt dus Demonite Org ook minen. Op het moment dat je dus zeg maar zo'n pickaxe hebt, dus je moet die baas wel verslaan. Tenminste, zover dat ik weet. Willen jullie alsjeblieft weggaan? Jullie zijn erg. Oké, dan krijg ik een beetje falling damage. Maar dat boeit me niet zoveel. Ik weet dat er ergens een chunk ligt die ik dus zeg maar wil hebben. Moet je kijken hoeveel dudes. Het heeft dus allemaal te maken met die Blood Moon die nou dus zeg maar gaande is. Kijk, hier hebben we dus zeg maar dat materiaal waar ik het over had. Dat kunnen we gewoon minen. Dus laat ik dat heel eventjes snel doen. Oh boy, ga weg.
Nou ja, op zich denk ik dat de armen wel goed zijn. Ga weg. Ik denk dat de armen wel eigenlijk goed zal zijn op het moment dat we dat zeg maar nou met de meteor. Hopelijk dat we een goede meteor hebben. Hopelijk niet dat de meteor is gevallen op ons huis zoals ik in de vorige aflevering heb gezet. Ik zie het spel dat gewoon op doen ook. Dus Oké, nou ons huis is safe. Ik zie geen meteor hier. Dat is alleen maar gunstig. Oké, mag ik even wat demonite bars maken? Ik weet dat ik weer genoeg heb. Oké. Vier. Hoeveel heb ik nodig eigenlijk? Nog steeds niet genoeg voor de pants. Hoeveel heb ik nodig voor de pants? Moet ik echt serieus nog zo'n beest gaan verslaan eerst? Serieus spel? Gaan we zo gemeen worden? Gaan we dit doen? Serieus? Daar heb ik problemen mee. Nou, ik denk dat ik eerst eventjes wat dingen ga verkopen voordat ik op zich nog überhaupt verder ga maar zoeken naar die dingen. Dus doen we eens wel eventjes shop. Want ik heb heel veel van die ball of hurts en daar krijg ik niet veel van, maar geld is geld. Dus hoppakee, die mag je verkopen. Ik heb 19... Je gaat me vertellen dat ik er 20 nodig heb, hè? Daar ga je me vertellen, spel. Ik weet het zeker. Je gaat mij vertellen dat ik 20 van die dingen nodig heb. De harpoon zal ik ook nooit gebruiken, dus die verkoop ik ook gelijk. Agile Filethorn, die is zeker handig om nog één keer zo'n baasrun te doen. Weet je wat, ik ga nog eventjes zo'n baasrun doen en ik zie jullie dan met de fastboard van die baasrun. Dus ik bedoel, de Blood Moon, daar hebben we op dit moment heel erg weinig aan. Misschien handig om lenzen te verzamelen voor later, heel erg belangrijk. Maar op dit moment, ik probeer dingen klaar te krijgen in deze aflevering en het wil gewoon niet lukken. Daar word je niet vrolijk van. Zo, geen zin om dit weer te moeten gaan doen. Maar goed, we hebben nou een Filethorn, dus here we go. Oh, die wil ik hebben, die heb ik nog niet. Die pakt taak wel op. Doei. Nou, dat ging soepel. Dankjewel. Heel veel stuff. En ik zeg nog één ding, zeg maar, dat we niet hadden op dit moment. En dat was dat ding wat daaronder ligt. Dus ik doe dit heel eventjes snel pakken. Blood Moon is nou gelukkig ook voorbij. Ik gebruik weer een Rico Potion. En ik heb ondertussen ook al mijn nieuwe armor aangedaan, zoals jullie al zagen. Aangezien dat geeft meer defense. Ik zit nu op 19 defense, wat al een stuk beter is. Goed, nou, Deadweed Seeds. Lekker belangrijk. We hadden weer een trofee opgevangen, zag ik. Band of Star Power. Increases maximum mana bij 20. Zeker handig item voor later. Dus die wil ik zeker in de accessoiresdoos gooien. We hebben ondertussen ook weer 6 gold te pakken gekregen. Omdat we zo vaak de baas hebben verslagen. Wat ik nou heel eventjes van plan ben, is ik heel eventjes... ik ga eerst eventjes ons armor afmaken. Want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Want daar zitten we nou al zo lang op te wachten. Dat moet nu eerst gedaan worden. Oké, nou, ik heb er weer 23. Hoeveel had ik nodig voor die stinkschoenen? 20. Tuurlijk! Nou ja, we hebben het. Nou, jullie weten wat dat betekent. Dat we dus zeg maar weer eventjes naar onze wall of naar onze flashback huis mogen gaan. En dat we dus dit armor wat we dus toen gemaakt hebben. Dat we dat dus zeg maar hier neer gaan zetten. Onze eerste armor, onze tweede armor. En we zitten nu dus op 22 defense. Ik ga heel eventjes offscreen eventjes mijn armor of even mijn inventory heel eventjes clearen. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik heb heel eventjes snel mijn inventory geleegd. Ik heb daar heel veel geld weer mee op kunnen halen. Dat is alleen maar goed. We hebben nou dus zeg maar onze hele nieuwe armor. Wat een set bonus geeft van extra increased movement speed. Waardoor dat we nog sneller gaan lopen. En we hebben dus nu een totaal van 27 coins van de 35 die we nodig gaan hebben. Goed, de meteor is gevallen. Dus ik ga weer heel eventjes op en neer lopen om eventjes te kijken of we de meteor kunnen vinden. Ik zie jullie in een seconde. Dit is gewoon niet te geloven. Dit is gewoon niet te geloven. Mijn mind is blown. We hebben 2 meteoren gehad. Dat de tekst in beeld kwam. En ik heb 2 maal heel dit stomme end gelopen. En ik vind hem niet. Dat kan... Dat wil dus zeggen dat de enigste manier om te kijken of het daarboven is... dat ik gravitation potions moet gaan vinden. Ik weet nog niet eens of ik gravitation potions kan maken. We hebben onze shadow armor. Ik ga gewoon heel eventjes kijken... Of ik gravitation potions überhaupt kan maken. Anders gaan we gewoon naar die... Ik weet het niet meer. Waar heb ik mijn glazen potjes? Ingrediënten. Hier. Oké, wij zijn de water. Ik heb water nodig. Dan voor potions. Schokkend. Heb je dus zeg maar water nodig. Ik zie hier geen water liggen. Maar ook gesproken ligt overal water. Maar op het moment dat je dat nodig hebt... Let's play vlog...
Echt, ik heb zoveel Terraria-werelden gezien en ik heb nog nooit meegemaakt dat er dus 2 meteoren op een sky... Ik weet nog niet eens of ze echt op een skybase zijn gevallen. En hoe groot is de kans dat ze dus zeg maar echt alle 2 op een skybase zijn gevallen? Die... Ik snap het niet meer. En weer onder even water. Ik ga niet doodvallen. Maak je geen zorgen. Jongens, ik heb water nodig. Oh, man. Kan ik nou nog niet eens water vinden? Ik heb... Heb je helemaal geen water hier ergens in? Weet je wat? Ik ga gewoon een cave in. Ik ga gewoon een cave even in om water te pakken. Ik moet gewoon een cave in om water te pakken. Ik ben zo bij jullie terug. Goed. Pakken we hier water. Oké. Water bottles. Mailgeluid. Zelfde player. Wie ziet dat je last hebt van de Let's Play vloek op zijn best? Ja. Daar ben ik van op de hoogte. Dankjewel. Nou, dat was niet echt de comment. Ik heb de comment niet gelezen, omdat ik ben op dit moment echt bezig om even te kijken wat we in godsnaam nog kunnen doen om deze wereld te kunnen redden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, joh. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo erg is dit. Ik weet het gewoon niet meer. Oké, deurtje even dicht. Brian, wat kunnen wij maken van potions? Crafting. Vertel het ons eens eventjes. Ik weet dat we spelanka potions kunnen maken. Greater healing potion. Obsidian skin potion. Hoe maak je die? Fire Blossom, Waterleaf en Obsidian. Oké, handig om te weten later. Iron Skin Potion. Magic Power Potion. Spelanke Potions. Dat moeten we met goud maken, die weet ik toevallig. Kennen wij een Gravitation Potion maken? Gravitation Potion. Fire Blossom. Die vind je alleen maar in hel. En een Feather. Ik heb geen Feather. Ik moet dus naar de Ice Cavern. Ik moet... Weer op kistjesjacht. Oh man. Kijk eens, ik heb de comment van de dag nog niet eens opgehangen. Ik weet nog niet eens hoe lang deze aflevering is, zo erg is het. Dat is nummer 3. Prima? Ik ga nog 1 keer op en neer lopen. Maar als ik hem niet vind, dan word ik kwaad. Weet je wat, we doen het in een fast forward. Dan kunnen de kijkers gewoon zien hoe frustrerend dit wel niet is. Ja, prima. Fast forward tijd. Here we go. Eindelijk! We hebben een meteoor gevonden. Oké, nou. Dan kan ik jullie eindelijk dus de uitleg geven over een meteoor. Hoe gevaarlijk dat ze zijn. Yada. Een meteoor. Op het moment dat we op een meteoor staan, nemen we extreem veel schade omdat een meteoor is gevaarlijk heet. Op het moment dat je bij een meteoor... Ik zeg net dat je er niet op wil gaan staan, wat doe ik? Ik ga erop staan. Op het moment dat je dus zeg maar bij een meteoor bent, dan wordt dat automatisch een speciale biome genaamd de Meteor Biome. Dan krijg je dus deze meteorbeesten die dus zeg maar op dat moment spawnen. Die zijn gevaarlijk. Die doen heel erg veel schade. Dus we kunnen onze meteor kunnen we minen vanaf een golden pickaxe. Dus je kunt ook bommen gebruiken, wat zeker ook een aanrader kan zijn. Op het moment dat er minder dan 50 blokken meteor zeg maar nog in deze omgeving zijn, zullen die beesten stoppen met spawnen. Ga niet op die blokken staan, want je neemt enorm veel schade en fire damage tegelijkertijd. Dus, het heeft dus 3 meteoren gekost voordat we dit dus eindelijk konden minen. Zo erg houdt dit spel van mij nu. Aangezien dat ik het zoveel complimenten heb gegeven, denk dit spel, nope, ik haat je. Ik moet toch de Let's Play vloek geven. Echt spel, waarom? Ik ben echt benieuwd of die andere 2 echt in de skybase zijn gevallen. Want jullie hebben het gezien. Ik ben eerst de ene kant op gegaan om te kijken of daar niks was gevallen. Nou, jullie hebben het gezien. Daar lag helemaal niks. En verder, dit is de enigste meteoor die er ligt.
Ah, nou ja, we hebben het spul nodig, dus laten we het maar gewoon gaan minen. En eindelijk de stuff maken die we ervan wouden maken. Dus de manier waarop dat je dit wil minen is dus zeg maar of... Nee, ja, zo. Of je wil het minen met bommen. Maar ja, we hebben op dit... Au. We hebben op dit moment geen bommen. We hebben op dit moment alleen maar onze pickaxe. En ik wil geen extra geld gaan verbrassen. Om het dus zeg maar voor bommen te gaan. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om... ik sta erop. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dit gewoon met de pickaxe te doen. En ja, pickaxe die doet ook wel wat schade. Dus daarvoor kunnen we wel eventueel voorzichtig... Ik vraag me eigenlijk af of het daar ook wel naar beneden is gevallen. Zoals ik de vorige keer... Wil je alsjeblieft stoppen met erop te gaan staan? Dat is dodelijk. Ik bedoel, ik sta er toch net... Nee. Ik sta er toch net niet op. Ik bedoel... Zo. Ik moet die fout zeker niet meer maken. Niet van onderen aanvallen. Oh, ik haat het als ze dat doen. Oké. Tapoe! Maar kijk hoe snel dat mijn helft al niet gedeplete wordt ondertussen door. Ja, ik weet het. Het gaat pas vies. Sorry. Oké, nou laten we eerst eventjes deze drie stenen hier pakken. Zodat ik hier veilig kan staan. En ga weg. Jou ook even trouwens. Meteor, super gevaarlijk. Mind het nu. Fiverr die staat gewoon aandachtig toe te kijken hoe dat wij hier ons leven aan het wagen zijn voor een stuk steen uit de ruimte. Oh, echt serieus, ik had deze aflevering heel anders in gedachten. Maar ja. Ah, nee. Niet, help. Ik sta in de fik. Ik weet het. Heel voorzichtig. Oh, dit is eng. Ik hou hier niet van. Oké. Heel voorzichtig gaan we hier alles minen. We hebben nou bijna alles, dus... Meteor is dus zeg maar heel erg belangrijk om dus te maken... Of om bepaalde dingen dus zeg maar van te maken. Zoals ik al zei, je kunt dus zeg maar de spacesuit... Ik zit nou niet echt op een Eater of Souls te zoeken op dit moment dat ik hier dus zeg maar met de Meteor bezig ben. En volgens mij, de Meteor muziek is niet gaan spelen omdat het dus zeg maar in een corrupted biome is gevallen. Maar normaal gesproken speelt het dus zeg maar Meteor muziek en ik denk dat dat nou inderdaad wel afgelopen zou zijn. Aangezien dat we niet zoveel stenen meer nou hebben wat hier te minen valt. Je hoeft niet alles te minen zoals ik al zei. Ik mine het gewoon zo ver mogelijk en... Oh nee. Dat gaan wij dus niet doen jongens. Is nog wat beneden gevallen van Meteor? Ja, een paar Meteor steentjes. Dat is boeiend. Oké. Okay. Oh. Ah, wat ben je, Tiny? Je bent Pinky. Hi, Pinky. It's Pinky and the Brain. Pinky and the Brain. One is a slimy, the other's in. Oké. Okay. Jij bent wel heel erg klein. En dus heb je 150 health. Ik bedoel, je doet bijna geen damage, maar... Een gold coin? Don't mind if I do. Dankjewel. Oké, daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Dan zou ik die laatste drie nog pakken. Ik bedoel niet dat het echt iets uitmaakt, maar weet je waar, we pakken het gewoon zo. Ik sluit die ene gewoon af. Ik sluit het gewoon af. Doe gewoon. Poef. En up. Pas erop, hè. Ik zie alles. Ik maak het gewoon niet dicht. Haha. Kunnen jullie ook niet bij me komen? Stelletjes. Stinkbeesten. Oké, nou, ik weet niet hoe ver dat ik... ja, zoals jullie zien, ik had de tap even weggedaan. Even over meteoren. Wat heel veel mensen zich altijd afvragen is... Kunnen die op de... wat is dit? Oh, just grab. Kan ik niet zeg maar op de map kijken waar dat de meteor is veranderd? Nou, een map zeg maar die past zich aan op het moment dat jij in die omgeving bent. Dus... Een meteor zul je niet zien pas als je er langs loopt. Dan pas zul je een meteor zien. Nou, laten we eens even kijken hoeveel meteorite dat we hebben opgepakt. 208. Hoeveel meteor bars kunnen we daarvan maken? Volgens mij nog niet eens genoeg voor de complete set van armor en alles. Dus eerst vind ik het belangrijkste om de space gun te maken. Die doet heel erg veel magic damage. Is nog altijd beter, zeg maar. Die schiet sneller. Forceful. Nou, dat is netjes. 12% damage. Ja, ik weet dat een musket handig is, maar ik denk dat ik die gewoon ga verkopen. Want echt gebruiken doe ik hem niet. Even kijken. 15 plus 25 is 40. Ja, dat kunnen we al niet maken. Dat kunnen we al vergeten. Dus, spacesuit zal nog heel eventjes moeten wachten. Oké, nou, in ieder geval kunnen we deze eventjes alvast in de resources plaatsen. En kunnen we deze gewoon even dan... hier plaatsen, we hebben geen Demonite Ore meer. Dus, ik ga de Wall of... comment eigenlijk vandaag nou maar eventjes ophangen. En in de volgende aflevering gaan we maar eens proberen om bij zo'n skybeest dan te komen. Dus, waar heb ik mijn science? Hier. Oké. Okay. Ik ook even mijn inventory clearen en alles. We hebben eindelijk een meteor gevonden. We hebben eindelijk de space gun. Joep-tie-doe.
Oké, nou, de wall of comment wordt nu dus geplaatst. En de wall, ga ik heel eventjes kijken wat de comment was. Dus even de muziek valt weer heel eventjes weg. Oké, dat doe ik heel eventjes netjes die zo neerzetten. En dan kan ik het nou neer gaan schrijven. De comment van episode 5. Nee, ik moet... Edit. edit. Episode 5 komt van Tom Post. En Tom Post had geschreven in aflevering 5... Natuurlijk kies ik het zwaard van Darth Vader en Sith. Oftewel, een rood lichtzwaard. Dubbelpunt P. Dit is natuurlijk over de vraag wat voor lifesaver dat we zouden... Oh, ik heb het niet opgeslagen. Oh, nee. Nee. Dit is natuurlijk een reference naar de vraag die we toen hadden gemaakt van... wat voor kleur lightsaber zouden we dus zeg maar eventueel kunnen maken. En Tom, heel erg bedankt voor de comment. En misschien gaat er nog wat mee... Misschien wordt hij gekozen, wie weet. We zullen het allemaal zien op het einde van de Let's Play. Nou, ik doe heel eventjes offscreen mijn, mijn inventory doen. Dus heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je nog vragen? Kun je ook altijd achterlaten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Hopelijk dat jullie deze aflevering interessant vonden. En tot morgen. Doei!